We leven ook wat energie betreft in wat onrustige en onduidelijke tijden. En de bakkers hebben het moeilijk met het energie voor hun ovens. En zo staan we hier ook een beetje. Om bij die bakkers aan te sluiten, we leven niet bij brood alleen. En ook de kunst heeft het moeilijk met de energiekosten. En omdat die energiekosten op dit moment niet echt te overzien zijn, hebben we besloten dat we voorlopig dicht gaan. In hopen betere tijden en we opnieuw een start kunnen maken. Ja, we hebben naar diverse constructies gezocht. En Almelo Promotie heeft vorig jaar ook nog wel wat ondersteuning geboden om te kijken wat hier mogelijk is. Maar wij zijn verantwoordelijk voor de energiekosten. Die kunnen we niet elders zomaar declareren. Omdat de situatie nu heel onduidelijk is, is het ook lastig om dat aan anderen te verdelen. Het is voor kunstenaars sowieso niet makkelijk om je daar een bestaan uit te halen. Coronatijd maakte het heel moeilijk omdat mensen geen podium hadden om hun kunst te laten zien. Dat was eigenlijk de aanleiding voor de oprichting van deze pop-up. Om mensen toch een podium te bieden, zodat ze hun kunst in de etalages konden laten zien. En er waren veel leegstaande etalages in Almelo. Nog steeds trouwens. We zijn wel blij dat wij ruim een jaar lang kunstenaars in ieder geval een podium hebben kunnen geven. En er hebben hier een twintigtal exposities zijn hier geweest, waarbij mensen hun werk hebben kunnen laten zien. En dat is voor kunstenaars belangrijk. Ook beeldende kunstenaars hebben een podium nodig. Ze moeten kunnen laten zien wat ze gemaakt hebben. Ze moeten dat kunnen tonen.